De Opel Astra is vernieuwd en in deze video zie je de 10 grootste veranderingen. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Lewis en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Lewis in Rodem. En op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg van een Opel systeem of met uitleg van een Opel model, zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, kijk je voor het eerst, ik zou zeggen druk op de abonnee knop en je mist geen enkele video. Sinds 2015 is de Opel Astra K op de markt en het is echt een succes. Hij is leverbaar in de 5 deurs en een sportstoerer en verschillende uitvoeringen. Nou, en hij is nu vernieuwd en in deze video zie je de 10 grootste veranderingen. Nou, dan begin ik gelijk bij de grootste verandering en die bevindt zich eigenlijk onder de motorkap. Er zijn allemaal nieuwe motoren ingekomen. Het zijn allemaal 3-cilinder motoren en leverbaar in benzine en in diesel variant. En het mooiste van dit alles is dat de auto 21% minder CO2 uitstoot heeft. Nou, hij is leverbaar met een 1,2 benzinemotor met 110 pk en 145 pk. En hij is ook nog met een 1,4 turbomotor met 145 pk en dan is hij in een 7-traps automaat. Nou, voor de dieselliefhebber is het een 1,5 diesel met 105 pk en 1,5 diesel met 122 pk. Nou, en wil je graag automaat rijden met diesel? Is uiteraard mogelijk. Hij is ook leverbaar met een 1,5 diesel met 122 pk. Nou, het volgende punt is eigenlijk de voorkant. De voorkant is ook veranderd en met name ook de grill. Een heel mooi detail is natuurlijk het logo, die ook een stuk groter is geworden. En daarnaast is de grill mooi weer vernieuwd en heeft hij een mooi strak uiterlijk gekregen. En daarnaast het High Gloss Black pakket. Nou, normaal is deze grill voorzien van chroom accent. Maar wanneer je het High Gloss Black pakket bij bestelt, dan is hij voorzien van zwart hoogglans materialen. En die zijn dus voorzien in de grill, onder bij de mistlampen. Ook onder bij het dak, zoals je hier kunt zien. En bij een sportstoerer uitvoering zijn de dakrails ook voorzien van deze zwarte accenten. Nou, de volgende verandering bevindt zich in het interieur van de auto en dat is namelijk het navigatiesysteem. Deze zijn ook vernieuwd. Standaard is het voorzien van een multimedia systeem. Die is dus alleen voorzien van Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast kun je een optie krijgen bij de Edition in de uitvoering van een multimedia navi systeem. Dan heb je inderdaad ook Europese navigatie erbij. En voor de luxere versies is ook een mogelijkheid om het uit te breiden naar een multimedia navi pro systeem. En daarbij krijg je ook live traffic en ook gratis kaartupdates. En ook is het scherm een inch groter. Standaard is het voorzien van 7 inch en deze multimedia navi pro heeft een 8 inch touchscreen. Nou, het systeem werkt allemaal even wat sneller. Het is allemaal wat meer van deze tijd. We kennen dit systeem onder andere ook van de Opel Insignia. Ik zal hierboven ook een link toevoegen zodat je kunt zien hoe het systeem werkt en wat je er allemaal mee kunt. Ook het geluid is veranderd. Je kunt nu namelijk het Bose Sound System bijbestellen. Daarvoor krijg je 7 premium luidsprekers en een subwoofer. Nou, wat ook nog een mogelijkheid is, wat een extra is wat bij de vorige Astra niet kon, is een draadloos telefoonoplaadsysteem. Die bevindt zich dan hier in het vakje wat je open kunt doen. Makkelijk als bekerhouder en hier kun je de telefoon heel makkelijk in kunnen doen, zodat je ook draadloos kan opladen. Nou, dan zijn we aanbeland bij de volgende veranderingen of wat mogelijk is. En dat vind ik zelf echt ook een van de fijne dingen, is het voorruitverwarming. Voorheen, we kennen natuurlijk al het winterpakket met stoelverwarming en stuurverwarming. En vanaf nu kun je er ook nog voorruitverwarming bij bestellen. Dit is dus een aparte optie, het is niet gekoppeld aan het winterpakket. En het is onafhankelijk dus van het achteruitverwarming. Dus je kan zowel het achteruitverwarming als het vooruitverwarming kan ik afzonderlijk van elkaar aan of uitzetten. De knop bevindt zich, zo bij deze auto is het in klimaatcontrole, de knop bevindt zich hier linksboven. En als ik daar druk, dan wordt het vooruit lekker rondooid. Nou, en ook de achteruitrijcamera is vernieuwd. We kennen natuurlijk de analoge achteruitrijcamera ook van de vorige Astra. Maar het is nou ook mogelijk om een digitale achteruitrijcamera te krijgen. Nou, dit systeem dat ziet natuurlijk fantastisch mooi uit. Ook bij donkere objecten geeft hij dus nog beter, geeft hij dat ook weer. En het scherm is ook iets meer vanuit een groothoeklens gefilmd. Zodat je ook een stuk meer overzicht krijgt van waar je rijdt. En wat meer realistisch is ten opzichte van de werkelijkheid. Nou, en ook de frontcamera is aangepast. We kennen natuurlijk al de Opel Eye-camera die onder andere de verkeersborden ook leest. En ook de voorliggende in de gaten houdt. En het waarschuwt dus voor een eventuele aanrijding. Maar die kun je ook uitbreiden met een voetgangersdetectie. Het is dus een losse optie die op de luxe modellen bijbesteld kan worden. Maar dat geeft je natuurlijk wel meer veiligheid.
Ook is er een wijziging geweest in de kleuren. Althans, er zijn twee nieuwe kleuren bijgekomen. En dat is onder andere deze nieuwe rode kleur. De Peperoncino Red. We krijgen hem binnenkort ook op de nieuwe Opel Corsa. Maar hij is ook leverbaar op de Opel Crossland nu en op deze vernieuwde Opel Astra. Ook is er een nieuwe blauwe kleur uitgekomen, Nautic Blue. Nou, die krijgen we binnenkort ook op de Sports Tourer uitvoering. Dan laat ik hem uiteraard zien. Het zijn echt twee prachtige mooie kleuren die erbij zijn gekomen. Nou, de laatste wijziging die erbij gekomen is, om de 10 helemaal compleet te maken, heeft te maken met het onderstel. We kennen natuurlijk al het Watlink onderstel. En deze is namelijk ook uit te breiden met een sportonderstel. Zodat hij nog directe besturing heeft, allemaal een wat stugger. Dus wanneer je echt van een sportieve rijder bent, dan kun je ook deze functie uitbreiden. Nou, dit zijn dus de 10 grootste veranderingen van de vernieuwde Opel Astra. Nou, wil je de Opel Astra in het echt bekijken of weer een proefrit maken, je bent natuurlijk van harte welkom bij ons aan de Centurbo Noord 133 in Rode. Nou, mijn naam is Hendrik Liewers. Ik hoop dat jullie hiermee een leuke en duidelijke uitleg hebben gegeven van de Opel Astra. Binnenkort komt er een nieuwe video online. Daar gaan we ook het interieur uitleggen van de Opel Astra. Dus hoe werkt elk knopje? Waar zit dit? Waar zit dat? En wat zijn de mogelijkheden? Dus ik hoop jullie dan ook weer te zien. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken. En graag tot volgende week. Tot dan!